Topwindsurfster Lilian de Geus uit Almere heeft het windsurfen even op een lager pitje gezet. In de voorbereiding op de Olympische Spelen van afgelopen jaar in Rio had ze niet veel tijd voor haar studie fysiotherapie. Ik denk dat we wel een soort moment moeten creëren dat je weer een beetje aan het voetballen bent. Er is nu even meer ruimte voor de studie. Ja, ik wil gewoon echt even mijn studie afronden. En ik heb mijn stage heel lang uitgesteld vanwege Rio, want dat is eigenlijk niet te doen. Je moet gewoon je uren lopen en dat is 32 uur in de week. En ja, dat kan niet als je in voorbereiding bent voor de Olympische Spelen. En dit half jaar heb ik ervoor gekozen om echt even mijn studie af te ronden. Zodat ik in mei weer, wel weer eigenlijk meer volle bak kan trainen richting Tokio. Ja. De Geus loopt stage in het Sportmedisch Centrum Rotterdam. De topsportster zit ook daar dus weer tussen de sporters. Mijn vorige stage heb ik in een andere instelling gelopen met minder sporters. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk om te doen. Maar ik merk toch wel dat mijn passie meer hierbij ligt. En dat om sporters te begeleiden met hun blessures is wel heel erg gaaf om te doen. Omdat ze echt die drive hebben om terug te komen in de sport. De Geus greep in de RSX-klasse afgelopen zomer net naast een Olympische medaille. Dat deed erg veel pijn. Ze had het echt even nodig om de focus te leggen op iets anders. Ja, omdat je echt 3 jaar lang echt fulltime bezig bent met je sport. En 4e op de Olympische Spelen was voor mij ook wel een beetje een... Natuurlijk, je had een medaille gehoopt. En ik had ook wel gewoon even die frisheid nodig. Weer even andere dingen oppakken. Vrienden, familie, school, studie, dat soort dingen. En nu als ik weer de plank op ga, dan heb ik echt weer heel veel zin om te varen. En dat is voor mij ook heel erg belangrijk, die motivatie. En als je gewoon dingen heel veel doet, fulltime programma, het was heel erg druk en ook gewoon heel veel getraind, dan heb ik soms een moment nodig om even weer ertussenuit te gaan, even weer op te laden voor een nieuwe cyclus. Tokio, ja. Tokio, dat is de plek waar in 2020 de Spelen worden gehouden. En de Geus wil daar dus bij zijn.